Jordi Buijs, ik kan me zo voorstellen dat je ontzettend pissig bent op de scheidsrechter. Ja. Ja, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen, nee. Nou, ja of nee? Ja, goed. Je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Maar dit ging helemaal nergens over. Mijn inziens, ik heb nog even teruggezien, absoluut geen penalty. Nee, maar... Nee, ja. Had gewoon een vrije trap voor ons moeten fluiten. Dan maak ik gewoon hens. En ja, goed. We zitten gewoon even in de hoek waar de klappen vallen. Dan moeten we gewoon proberen om uit te komen. Want dit gaat niet goed zo. Vorige week tegen Twente, toen veroorzaakte je een penalty. Toen was hij denk ik wel terecht, nu niet. Ja, niet alleen NAC, maar jij zit ook in de hoek waar de klappen vallen. Ja, persoonlijk sowieso. Als je natuurlijk twee penalty veroorzaakt, of het nou terecht is of niet. Ja, je bent er gewoon bij betrokken en dat is gewoon niet leuk. Dat gaat niet in je koude kleren zitten? Nee, maar goed, we moeten verder. En, ja, het is gewoon even negatief nu, alleen we moeten proberen om het met z'n allen ook weer op te pakken. Jelle de Rouwelaar, moet NAC boos zijn op de scheidsrechter of moet NAC boos zijn op zichzelf? Nou ja, allereerst op onszelf natuurlijk. Ik denk dat we vandaag weer zeker in ieder geval een punt hadden moeten meenemen naar Breda. Dat hebben we niet gedaan, dus we moeten allereerst op onszelf heel erg kwaad zijn. Alleen onze vriend was vandaag wel heel erg slecht en bedoel de scheidsrechter. Het was een belangrijk moment in de wedstrijd, want ja, op dat moment stond NAC wel met 1-0 voor en leek het erop alsof de punten naar Breda zouden gaan. Ja, we stonden wel onder druk. Je liep achteruit ook, hè? We liepen veel te veel achteruit. We kregen geen druk meer op de belangrijke spelers van Heracles. En het was alleen maar tegenhouden. Alleen ja, met tegenhouden kun je ook 3 punten binnenslepen. Alleen ja, toen gaf de scheidsrechter een strafschop, wat in mijn ogen helemaal geen strafschop was. Het was afgezien van die strafschop ook niet echt een hele goede wedstrijd, hè, van NAC. Nee, na de eerste helft kwamen er wel een aantal keren gevaarlijk uit en hadden we wel druk naar voren toe. En maakte het hun heel erg moeilijk, vooral in hun opbouw. Dus dat vond ik wel positief. Alleen... Waarom gebeurde dan de tweede helft niet? Want ik zag bijvoorbeeld niemand meer doordekken die tweede helft. Ja, goed zeg het, maar weet je, dat is natuurlijk ook voetbal. Je zit in de rust, je weet dat je scherp moet blijven, je weet dat je 1-0 voor staat. En dat geeft vertrouwen omdat je hier de voorbijgaande jaren natuurlijk geen goed resultaat hebt weten te halen. Alleen ja, dan sluipt er iets in de ploeg. Hun krijgen een aantal kansen. Ja, dan kruip je automatisch wat naar achteren. En daar zijn we nog wat onvolwassen in. En daardoor hebben we ook verdiend verloren vandaag. Dat je verliest Alaa, maar wat toch misschien een beetje zorgelijk is, ja, deze wedstrijd in ieder geval, NAC creëert nauwelijks kansen. Ja, dat vind ik zelf ook wel zorgelijk. Omdat je ook in de voorbereiding hebben we niet tegen de grote ploegen heel veel kansen gekregen. Dus dat baat mij ook wel zorgen. Alleen. Ja, ik vind ook wel dat je genoeg pluspunten ziet. We zijn ergens mee bezig, we zijn de weg ingeslagen met een jonge groep. En dan heb je inderdaad een punt dat we nog weinig kansen creëren, maar ja, daar moeten we aan gaan werken. Als je verliest, dan ben je natuurlijk altijd eerst boos op jezelf. Maar ik vond het wel een heel raar moment eigenlijk, die penalty. Ik denk dat we ons allemaal omdraaiden en in één keer werd er gefloten voor een penalty. Ik weet ook eigenlijk niet echt wat er gebeurd is. Ik hoor net van mensen die het teruggezien hebben dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Oké, je kan heel makkelijk gaan zeggen, ja, dat is voetbal. Maar ja, voor ons valt hij even aan de verkeerde kant nu. En ja, boos zijn. We moeten positief blijven. We hebben, tot een bepaald moment een hele goede wedstrijd gespeeld. Pardon, een hele goede wedstrijd? Nou ja, we hebben denk ik niet slecht gespeeld, nee. Ik bedoel, jij... De eerste 10 minuten van de eerste helft was inderdaad niet zo best. Daarna controleerden jullie wel het duel. Maar ja, de kansen waren toch voor Heracles mijn inziens. Ja, nou ja, dat is jouw inziens. Mijn inziens is dat we gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. En als je weet hoeveel fysieke strijd we erin hebben gegooid qua loopvermogen. Je hebt je best wel gedaan, absoluut. Maar ik heb NAC bijvoorbeeld heel weinig kansen zien creëren. Ja, maar dat is jouw mening. Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. En je kan nu ook nog 3 keer gaan zeggen wat jij vindt. Maar jij wil mij interviewen, dus ik zal gewoon zeggen wat ik vind. En ik vind... Ben je een beetje geïrriteerd dat ik dat zeg? Nee, jij bent geïrriteerd. Jij wil mij toch interviewen? Nee, ja, absoluut. Ja. Maar ik zeg geen kansen. Jij zegt wel kansen dan? Ik ben niet geïrriteerd, ik ben het niet met je eens. Dus dan geef ik mijn mening daarop. Ja, dat mag altijd, hè? Ja, dat mag jij ook. Alleen het is wel een beetje raar als jij mij wil interviewen, dat jij dan je mening gaat geven aan degene die jij interviewt.
Nou, maar goed, jij zegt een goede wedstrijd gespeeld. En dan kan ik toch zeggen dat ik het een matige wedstrijd vond. Ja, maar ben ik hier om mijn mening te geven of ben jij hier om jouw mening aan mij te geven? Nee, maar we kunnen erover discussiëren. Ja, maar dan moet je dat zonder camera doen, want dit is toch jouw werk? Ja, dat klopt. Maar goed, wat jij zegt hoeft het niet op de waarheid te zijn. Nee, in mijn ogen, dus dan kan ik toch wel proberen om dat... Maar als jij je mening wil geven aan iemand die voetbalt en jij wil me interviewen, dan hoef je dat toch niet voor de camera te doen? Want wil iemand jouw mening horen of mijn mening horen? John Karels, ik sprak net met Santi Kolk en die vond wel dat NAC een goede wedstrijd had gespeeld. Heeft hij dat goed gezien of heeft hij dat verkeerd gezien? Nou, ik vond het niet goed. Ik vond de eerste helft... Hebben we het aardig gedaan, konden goed druk op hun verdediging krijgen door vooruit te lopen. Ook met onze middenvelders of met onze buitenspelers. Dat deden we goed, de eerste half uur. En dan maak je ook die goal uit spelhervatting. Ik moet wel zeggen dat we weinig kansen hebben gecreëerd, de eerste helft. Dat, nul, volgens mij. Ja, maar hun ook niet. Dus het was vrij, ging vrij goed op tegen elkaar. Alleen de tweede helft vond ik dat we ons veel te ver terug lieten dringen. NAC ging achteruit lopen. Ja, we liepen niet meer vooruit. We probeerden niet meer op hun centrale verdedigers door te dekken. En dan speel je hun in de kaart, want in een korte combinatie zijn ze goed. Deze verliespartij, moet NAC dan boos zijn op de scheidsrechter of boos zijn op zichzelf? Nou ja, kijk, zolang het 1-0 blijft, moeten hun ook wat gaan doen. En, door een verkeerde beslissing wordt het wel 1-1. En dan zie je dat stadion er weer achter komen. Dus het heeft wel invloed gehad, helaas.